Maar de eerste gaat over enkele ogenblikken van start. Start aan de overkant van de baan. En dan bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes te gaan. Paarden draaien. En de start is in 1 keer goed. De paarden zijn onderweg en het vooraanbeeld laat ons leren dat Ostara Flevo een perfecte start heeft gehad. En dat geldt eigenlijk voor alle paarden. Ostara Flevo op de tweede plaats hebben we dan het nummer 1 van Odyssey. En daarachter hebben we Galopade nu van No of Net A. En daarachter hebben we dan nu in derde stelling Onze Cavallo. Paarden redden zich uitstekend in die eerste bocht en de deelnemers komen dan in de rechte lijn voor de tribune. Als vanuit de start van het veld er nu een aanval komt van Otamara wel, we zien een Galopade de binnenzijde voor Nens Vrijenesse. Die valt daardoor terug naar de laatste gelederen. Ook een galopade voor Katamara wel. En met nog 2 rondes te gaan deelt Bas Krebas hier de lakens uit. Achter zijn nummer 3 Ostara Flevo. Tweede plaats is voor Odyssey. Dan is het nummer 5 van Onze Cavallo. Die wordt gevolgd door Ruud Pols met Otella. Die ligt er mooi bij. Geldt ook voor Kooiman met Explosive Wrist. Dan hebben we Onata Fortuna. En achter Onata Fortuna is weer gezet aan de binnenzijde paard nummer 6 Nens Vrijenesse. En een nieuwe galopade voor No Onet. Paarden komen nummer 2 galop. Op weg naar de overkant van de baan. Daar springt ook Onata Fortuna eruit. En hebben we een langgerekte formatie als de verre linkerbocht weer in zicht komt. Met de grote, imposante Ostara Flevo aan kop van het veld. Oh, galopade daar zomaar voor paard nummer 5, Onze Cavallo. En die verliest daarmee ook een hoop terrein. Paard nummer 6 heeft een geweldige koers gelopen naar die grote fout aan de start. Nens Vrijenesse. Maar goed, ligt nu 5. Hij heeft nog een hoop te doen. En de paarden komen nog altijd in langgerekte formatie af op de rechte lijn voor de tribune. Waarbij paard nummer 3, Ostara Flevo nog altijd leidt. Maar er gaat wat reactie komen. Want vanuit vierde stelling heeft Kooiman besloten om zijn Explosive Wrist nu in stelling te brengen. En die komt in het buitenste spoor naar voren. En wordt daarmee de gangmaker voor paard nummer 6, Nens Vrijenesse. Als de deelnemers hier nog 1 ronde af gaan leggen op de jouwste drafbaan. Met aankop van het veld die nummer 3, Ostara Flevo. Tweede plaats erachter dan voor Niels Jongejans en Odyssey. Die wrist gevolgd aan de buitenkant door Explosive Wrist. Oh, Ruud wil daar naar buiten. En dat gaat misschien maar net goed. En heeft inmiddels een mooie positie met zijn nummer 7, Otella. Als de deelnemers dan halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan zijn. Nummer 6 galop. En de druk wat wordt opgevoerd aan de buitenzijde door de opkomende nummer 9, Explosive Wrist. Explosive Wrist, die brengt nu de koploper wat druk uit. Maar die geeft geen krimp. Dat is paard nummer 3, Ostara Flevo. Ostara Flevo, buitenzijde Explosive Wrist. Daarachter aan de binnenkant Odyssey. En die wordt dan gevolgd door het nummer 7. Oh, daar hangen er ook nog even 2 in elkaar. En het hele veld loopt er bovenop. En dan zegt Bas Krebas, nou dankjewel jongens, tot ziens allemaal. En is die vertrokken met zijn Ostara Flevo. De strijd voor de plaatsen aan de buitenzijde. Er komt daar de aanval van Ruud Pols met zijn nummer 7, Otella. Met dichterbij ook het nummer 1 van Odyssey. Maar Ostara Flevo is hier de gemakkelijke winnaar. Op de tweede plaats hebben we dan Otella. En de derde plaats erachter is dan voor paard nummer 1, Odyssey. Vierde, de 10, Onata Fortuna. En dat is de voorlopige uitslag van de opener van vandaag. Nou, Bas zat op de plek waar geen schermutselingen waren. En dat levert de eerste zege op uit de carrière van deze 3-jarige dochter van Explosive Matter uit Fantasia Nieuwpoort, Ostara Flevo. Veer mijn best, graag even de microfoon van Ferry Hollander aan. Tja, 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 tja. En daar is de voorlopige winnaar is inderdaad in van de eerste koers. De Schaterwit, Rijplatenvuur en Transportprijs. En dat is de 3, Ostara Flevo. Een 3-jarige bruine merrie van Explosive Matter uit Fantasia Nieuwpoort. Gefokt door TJ Wima samen met de heer Van der Zanden. In eigendom van Stal PD en trainer en rijder is Bas Krebas. Bas, gefeliciteerd. Deze ondergrond beviel er beter dan de vorige keer. Ja, Emmelo, dat is het zwaar, maar het klinkt raar. Wel een beetje langzaam, hield ik hem erg veel bij me. En nu ik een mooi zijn eigen tempo loop en dat pakt enorm goed uit. En kleine bocht in zijn voordeel, denk ik. Nee, heel sterk. Ja, ze kon goed starten en ze maakte ook een hele trouwe indruk. Ja, super trouw. Hele trouwe merries dus. Nee, heel tevreden. Ga je nog veel plezier aan beleven. Laten we het hopen. Super, Bas. Gefeliciteerd. Dankjewel.
Prachtige opening hier op de Jouster Merkenkoersen. En we danken de sponsoren van Schaap de Wit, Rijplatenverhuur en Transportprijs. En dan gaan we de eerste ereronde maken van paard nummer 3, Ostara Flevo. Dames en heren, als u straks er nu voorbij komt, geef hem dan een groot applaus. Hij wint hier met Bas Krebas, de eerste van vandaag. Just like the sun.